Europa is druk in overleg over alweer een zesde sanctiepakket. Komt er een verbod op olie vanuit Rusland? Maar in deze strijd van Brussel om Poetin op de knieën te krijgen, doen we helaas ook onszelf pijn. Een olieboycott zal de prijzen flink doen oplopen. Door een ban op olie denken wij dat de olieprijs hoger wordt. En dat merken we dan op twee manieren. Ja, ten eerste merk je natuurlijk gewoon aan de pomp als je staat te tanken. Dat is het meest directe gevolg. Maar uiteindelijk kunnen eigenlijk alle producten wel duurder worden als energieprijzen duurder worden. Want ja, denk maar eens aan boodschappen of kleding of tuinmeubelen voor mijn part. Maar ja, het moet allemaal uiteindelijk vervoerd worden naar de winkel. En daarvoor is ook weer brandstof nodig. En dus is de olieprijs van invloed. Dit is een groot probleem. De koopkracht daalt. Dat zal nog zeker tot het einde van het jaar zo zijn. En dat betekent dus, zeker voor lage inkomens, dat ze voor dezelfde euro ja, steeds minder kunnen kopen. En dat is, ja, als je een laag inkomen hebt, zeker een probleem. Ja, er is dus een groep die daar flink last van gaat krijgen van zo'n olieboycott. Begrijpt u dat men zich hier zorgen om maakt? Ja, dat begrijp ik zeker. Heel veel mensen zijn gewoon afhankelijk nog steeds van de auto om naar hun werk te gaan. Worden misschien in de regio waar het openbaar vervoer niet goed is. En olie kan geen luxe product worden voor die mensen, omdat ze gewoon geen alternatief hebben. Dus ik begrijp die zorgen zeker. En toch zegt u, nou, het is best te overzien als wij zo'n olieboycott zouden gaan doen. Nou, wat te overzien is, is dat we alternatieven hebben voor Russisch olie. Dus je kunt als Nederland ja, relatief makkelijk in een aantal weken andere oliestromen op gang brengen. Dus je haalt het dan uit Saoedi-Arabië, haal je meer. Uit de Verenigde Staten gaan ze maar door. Dus op die manier kun je het vervangen. Tegelijkertijd zal die prijs wel stijgen. En dat gaat echt pijn doen voor mensen. Maar we moeten ook realiseren waarom dit gebeurt. Dit gebeurt omdat Rusland een groot Europees land is binnengevallen. Dat we daar kosten aan verbinden. En dat Rusland, ja, ook wat we pas gezien hebben natuurlijk, die afgrijzelijke beelden van al die mensen wat geëxecuteerd zijn. Ja, daar hangt een prijskaartje aan, ook voor Rusland. Dus het beste wat we kunnen doen is zo snel mogelijk afstappen van Russisch olie, uiteindelijk ook Russisch gas, zodat we niet meer afhankelijk zijn van Poetin en ook een grip op die energierekening krijgen. Je zegt zo snel mogelijk, maar daar zal toch nog best wel tijd overheen gaan? Ja, dus een olieboycott, dat is richting het eind van het jaar. Dat is wat nu besproken wordt. Dat komt met name omdat men in Centraal-Europa, het oosten van Duitsland, Tsjechië, dat soort landen, veel afhankelijker nog is van Russische olie dan wij dat zijn. Daar is tijd voor nodig om dat te kunnen omzetten. Tegelijkertijd waar ik me wel zorgen om maak, is dat wij als Europa een plan maken van zoveel maanden gaat het duren. En er maar vanuit gaan dat Poetin niet eerder de stekker zelf eruit trekt. En daar moeten we ons ook op voorbereiden op zo'n scenario. Ja, en kolonel Bouwmeester, ik vraag me af in hoeverre we Poetin hier nou echt mee raken als het toch nog een half jaar duurt. Nou ja, kijk, alle beetjes helpen. Hè? En je moet het in het totale palet bezien. Hè? Tegenwoordig, als je een conflict hebt met landen, en gelukkig zijn wij zelf nog steeds niet helemaal in conflict, maar we steunen wel Oekraïne. Wat je dus ziet is, zo'n conflict wordt tegenwoordig niet alleen meer militair beslist. Er zijn veel meer elementen die meedoen. Hè? Economische sancties doen mee, propaganda en informatieoorlogvoering, cyberoperaties, noem maar op. Geldstromen worden bekeken. Hoe kun je geldstromen kranen dichtzetten, zodat dat zaken niet meer gefinancierd worden. Dus als je het hebt tegenwoordig over conflictvoering, moet je heel breed kijken. En daar hoort dit bij. En het is ook nog eens zo dat er op dit moment een aantal olietankers onderweg zijn naar de haven van Rotterdam. Kunnen die wat u betreft probleemloos binnenvaren? Nou, probleemloos vind ik een vreemd woord om hiervoor te kiezen. Je zag inderdaad één schip al dat in Rotterdam niet binnenkwam, dan in Zweden ook niet binnenkwam. En ik snap dat sentiment, want het voelt ontzettend krom dat die olie hierin komt. Ja. Dat we daarmee Poetins oorlog blijven financieren. Maar zolang er geen sanctie op olie is, zullen die schepen blijven komen. En als ze niet hierin komen, gaan ze naar een ander land. Daarom dus moeten we ze tot die tijd nog maar gewoon binnenlaten? Ja, dat is wel, denk ik, de boodschap hiervan. Dat het toch gaat gebeuren, hoe moeilijk dat ook klinkt, om juist als Europa met een goed afbouwpad te komen, om van die olie af te stappen en ook echt een verschil te maken richting Rusland. Want als wij een tanker wegsturen en iemand anders koopt nog steeds, dan krijgt Rusland nog steeds die inkomsten. Dus je moet dus Europa, hoe langzaam en frustrerend dat soms ook gaat voor ons, die stap gezamenlijk zetten. En dat lijkt er nu gelukkig aan te komen. Ja, want gezamenlijk, dat is nogal een lastig punt. Gisteren kwamen alle energieministers van de EU-lidstaten bij elkaar om te praten over die boycott van Russische gas. En nog niet alle neuzen staan dezelfde kant op. Dat heeft ook te maken met de eis van Rusland om gas in roebels te betalen. Ons kabinet heeft gezegd, nou, daar gaan we absoluut niet aan beginnen. Andere landen zeggen, ja, doe maar wel. Hoe staat u daar eigenlijk in? Nou, ik wil dat we er ook niet aan gaan beginnen, in alle eerlijkheid. Rusland probeert natuurlijk landen te chanteren om toch geld over te maken op de manier die zij willen. Dat ze het ook kunnen gebruiken voor hun defensieindustrie, voor die troepen weer te bewapenen, waar we het eerder ook over hadden. Dus dat willen we niet. Maar dat betekent wel dat je als Europa het risico neemt dat je opeens afgesloten wordt. Ook van Russisch gas, niet alleen van olie. Je zag dat dan met Polen en Bulgarije. Opeens besloot Rusland, nou, jullie krijgen het niet meer van ons. Dus we moeten ook niet naïef zijn. Als wij niet zelf tot een sanctie besluiten, kan Poetin net zo goed in de winter, wanneer we het gas het meeste nodig hebben, zelf de stekker eruit trekken. Dus we moeten het afbouwen. En heb ik liever dat wij het nu doen richting de zomer, waarin we nog minder afhankelijkheid hebben wat dat betreft. We hebben gewoon minder nodig.
dan dat het overrast kan worden in de winter. En dan zitten we ineens met z'n allen in de kou. En dan zouden we met z'n allen in de kou zitten. Dus we moeten daar gewoon op voorbereid zijn. We moeten niet naïef zijn. We hebben gezien waar Poetin toe in staat is. Het zou mij niks verbazen als hij in de winter de druk opvoert op ons en ook opeens de gaskraan deels of volledig dicht draait. Dus laten we dan maar gewoon voorbereid zijn op dat scenario. En hoe gaat dat er dan wat u betreft uitzien de komende periode? Ja, de komende periode moeten we een aantal dingen gaan doen. We gaan kijken of we meer vloeibaar gas kunnen importeren uit andere landen in de wereld, bijvoorbeeld de VS. We gaan de gasopslagen vullen in Nederland. Om het in de zomer minder gebruiken, kunnen we in de winter toepassen. We gaan kijken naar zaken als energiebesparing. Dus kun je fabrieken minder gas verbruiken? Kunnen we huizen goed isoleren deze winter? Dat mensen ook gewoon een lagere energierekening krijgen in de winter. En met dat alles samen en nog een heleboel andere dingen moeten die afhankelijkheid zoveel mogelijk kunnen afbouwen. En dat allemaal binnen een half jaar? En dat allemaal binnen een half jaar. We zijn...